Nee, maar dit is aan alle kanten uitzicht. Het is landelijk, het is heel mooi. Het ziet er goed uit. Ja, dat is echt heerlijk na 2 jaartjes. Maar je moet even binnenkijken. Ik heb een rijke vrouw, dus ik zal het maar eerlijk zeggen. Ja, want ik weet nog uit je real life zo, toen zat je niet hier. Nee, toen zaten wij zijn alweer 3 of 4 keer verhuisd. Dus denk ik 5 jaar tijd of zo. Alles om je niet te kunnen vinden. Oh ja, fantastisch. Ja. Nou, in dat geval kom snel bij de bussen. Wie hebben we hier? Ja, dat is de hond. Dat is, Ivy! Ivy! Hoe heet hij? Ivy. 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 Kom. Kom, ga mee. Kom. Want als je dit zo verdedigt tegen Portugal of Duitsland, of wie al komt in de achtste finale, dan is het. Ja, moet je wel zeggen, die eerste goal van hun, dat was gewoon een wereldgoal. Ik moet wel zeggen, gestreken de beurs stond iets te ver voor zijn goal. Hij stapte naar voren. Hij stapte naar voren, ja. Dus hij kon hem niet meer aanraken. Dat was wel een fout van hem. Ja. Maar zoals die vrije trap, bij het tweede trap, dat was een fout van Weghorst. Ja, dat is wel dat. Het is geen verdediger, hè? Nee. En ook geen aanvaller. Zometeen horen wij nog veel meer van jou, Annie. Want we moeten het over allerlei dingen hebben. Mocht je vragen hebben voor Annie van der Meijden, mag je natuurlijk altijd even een appje sturen via de 538-app. En meekijken kan natuurlijk ook, hè? Check 538.nl. Alles voetbal erop. En... Ja, dit hadden we gisteren nog niet, maar dat zal ik eerst wel even lekker. Wil je pilsie? Ja, doe het. Zeg even pilsie pakken, pas goed. Milo, heb je boven gezien al? Nee. Kijk. Dit is toch heerlijk werken zo. Lekker oude hoeren. Maar dit is dus de bus waar de Kensington en dat soort bands mee naar Europa gaan. Oké, okay. Oh, is dat een tourbus van hem? Ja, dit is wel gewoon een kan je huren. Oh, maar hier. Dit is een bus. Waar gaan we allemaal? Precies, zo toen de finalisten zijn. Alles wat je ook EK-tour van Sander en Koen. De show, die kwamen dus met een hele grote bus hier aan. En toen gingen dan meerdere bekende Nederlanders gingen ze bezoeken. Ze kwamen hier ook aan. Bij ons wel leuk natuurlijk, 538 in je eigen tuin. En daar was wel heel erg leuk. Wolter Kroes kwam ook zingen. Ik denk dat het wel de slechtste paar man die ik ken. Ja, dat is hij dan. Hey. Vind je het leuk dat we er zijn of heb je zoiets van kan die bus heel snel ergens gaan? Nou ja, ontzettend leuk dat ze mogen komen. Het brengt lekker weet je hebt een goed drankje al in je handen hier. Hey, en wat is dit hier wel? Dat is Andy's hok. Andy's hok. En weet jij wat er gebeurt in Andy's hok? Nee, de deur zit altijd op slot. Geen idee, moet maar even kijken. Ik ga even kijken. Dit is. Ah, ja! Wat is dit? Land! Kijk, doen! Ja, ik heb in mijn favoriete plek in het huis gevonden, namelijk de bar. Andy, dit is even een mancave. Ja, wat is dat geweldig? Oké, lekker zitten. De poker hier niet staat op de tafel van het toernooi. Maar niet op geld. dit is echt ja, dit is een kroeg is dit. Ja. Met een bar, waar Sander natuurlijk weer aan hangt. Ja, en hij zei net zo'n strip over, dus ik pakte dit nu op de Donald Duck, maar ik bedoel toch heel anders. Ik dacht dat niet. Dat weet ik nou niet. En Andy, als ik nou eventjes even om me heen kijk, dan zie ik dat ik tel gewoon 3-4 camera's die nu op jou gericht zijn. Wordt er nu ook meegedraaid voor jouw YouTube-video?
Ja, klopt. Het is voor mijn eigen inlaatstop. Dus Andy Melis mag niet Melissa, want dat is al verkocht. Dus het wordt Andy Melis. Oh, sorry, ik heb er net wel Melissa genoemd. Is dat erg? Nee, dat maakt niet uit. Ik noemde ook wel eens andere namen, dat is net wat eerder. Ik vroeg ook aan haar, Andy, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Zij ze weet het niet, want de deur zit meestal dicht. Maar jij weet natuurlijk wel. Wat spook hier allemaal uit dan? Ja, ik zit hier wel gewoon lekker voetbal te kijken, een beetje pokeren, muziekje te draaien. En dan bel ze op een gegeven moment, dan is het echt te laat. Dan blijf ik gewoon hangen hier, want dat is een beetje s'nachts van, dan kom je nou een keer naar binnen. Ja, ik ben binnen, ik moet wel luisteren naar het kan, dat is geen klappen. Ja, echt, het is echt zo, dat ze gaan me bellen, dan kom ik naar binnen. En dan moet jij naar binnen en dan belt ze, maar ze komt nooit hier binnen waarschijnlijk. Nee, ze komt heel af en toe een keer kijken als er wat jongens zitten. En als er niks knaps is, dus dan gaat ze weer binnen. Dus ze zit veel binnen. Ja. Heb ik die familie gezien vanavond? Ja. Nou, ik zie een grote koelkast staan en we trekken er nog eentje op in Nederland, hè? Ja. Ik moet de bus nog besturen. Ja. En ondertussen Imagine Dragons op Radio 538. Wil je wat drinken? Nee, maar niet. Heb je hem fris? Nee, ik ben helemaal oké. Okay. Jullie, dankjewel. Nou, het was wel echt leuk, de Koen en Sjan de show, want we hadden de hele familie uitgenodigd, want Wolter Kroes kwam zingen. Dus de hele familie dacht leuk, feestje in de tuin, Wolter Kroes. En vervolgens zingt hij één liedje zonder geluid. Dus, en het was klaar, we dachten, we moeten nou beginnen. Nee, het was al klaar, hè? Ja, het was al klaar. Hij had alleen oortjes in, dus hij hoorde alleen de muziek. Want en het was ook voor radio natuurlijk. En wij zaten daar te wachten dat hij ging optreden. Geen geluid. Nee, jullie hebben geen speakers natuurlijk, niks nee, hier. Nee. Dus ik ben de enige die muziek hoort in mijn stem. Oh, dus wij horen hier geen muziek? Je hoort, of je moet de radio aanzetten hier, 538. Nou, Wolter, wat ga je zingen? Wolter? Playback altijd! Ja, filmen. Hey, dat doen wij allemaal zo, hè? Ik heb hem naast me staan hoor, Andy. Zo. Hij gaat meezingen. Ja, hij heeft het me beloofd. Hij heeft het beloofd. Ja, ik zing wel mee. Maar wij zijn dat. Ik ken de tekst in mijn kop goed. Kijk hoor, dat is een rosdieren. Dat is echt mooi. Oh, hier is een beetje gesproken. Yo! Ik weet niet wat. Nou, van de meiden, je hoort niks. Nee. Maar hij gaat wel meezingen. Het hele land oranje. We gaan naar het EK. De spelers staan er klaar voor, ze komen er weer aan. Het hele huis van links naar rechts, als er wordt gescoord. We juichen, ja, want Nederland is door. Ja, wij gaan ervoor. Hey, en we zijn er weer bij, en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, op we gaan het tegen hem aan. Het legioen, dat laat de leeuw niet in zijn rempje staan. Go! Prima! Prima! Ze dachten zo hoog muziek. Samen op de pleinen, samen voor de buis. De spanning is om te snijden, maar we gaan er nog lang niet uit. Ik ben bij Andy van de Meijden, de drankjes staan weer koud. Dit is waar Nederland van houdt. Ja, wij gaan voor goud! En we zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We gaan het tegenaan. Het legioen, dat laat de leeuw niet in zijn hemdje staan. Oké, hey, 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 hey. Hij stond te zingen en wij stonden zo. What the fuck is dit? Hij is een feestje. Oh, en Rot Koes komt lekker zingen in de tuin. Iedereen uitgenodigd. Oh, precies 3 minuten. Ja, maar 1 nummer ook, maar ook gewoon zonder geluid. Ja. Dat was heel apart. En we zijn er weer bij. En dat is prima. Viva Hollandia. Mooi! We houden van de voetbal. We gaan er tegenaan. Het legioen, dat laat de leeuw niet in zijn happy staan. Wel een leuk liedje, maar het is wel zonde dat we niet mee konden luisteren. Ja, we hoorden niet. Iedereen zat zo, en zonder geluid. Moesten ze ook zo doen, toch? Ongelooflijk, hadden wij weer. Nee? Laat iedereen lekker komen. Gezellig. Maar nee, het had het toch wel gezellig. We zijn er weer bij. En dat is prima. We zijn er weer bij. En dat is prima. Jongens, heel veel plezier nog. Hey! 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 Wat een zang!
vervanger, hè, die van de meiden. Ja, hij was een roeping gemist, hè. Je hoort hij is ook nog wel. En ook nog in de maten op. Met zingen wel. Ik ben bang van wel, ja. Hé, hey, jongens, maar een hele fijne EK, hè. Maak er een mooie tour van. Ik vond het wel een eer dat ze hier langskwamen. Koen en Sander is natuurlijk wel heel bekend in Nederland. Ik denk wel de beste programma van, radioprogramma van Nederland. En dat ze jou dan uitkiezen, echt, echt superleuk. Ja, man. Kom, maar even kijken naar mijn, wat ik gehoord heb. Mijn nieuwe auto. Patrick, deze bent toch van mij? Ja, als jij wilt. Kijk, goed, kijk. Dit is niet allemaal. Jongens, hij is nu verkocht niet in maat, hè? Nee, dat gebeurt dan dit weekend. ik zal wel even met hem praten zo, met die nieuwe eigenaar. Ja. Kijk. Ja. Dit is natuurlijk niet normaal, hè? Moet je eens even kijken, jongens. Oeh. Oh. En hier moet je achterin kijken. Kijk wat hier voor de kinderen. Kijk eens. Dan kunnen ze lekker filmpjes kijken en zo. En schermpjes erin. Ah, dit is wel. En dan moet je de achterkant zien. Ik heb gehoord uit betrouwbare bron van de eigenaar. Dat ik deze auto kreeg. Kijk hier, dat is toch niet normaal. X5M Competition. Deze heeft 625 pk. X5. Niet normaal. Jongens, jongens, wat een feest, wat een feest. Echt normaal. Top. Morgen. Ah. We willen dit weekend en vandaag samen met jullie Alpina in Nederland weer op de kaart zetten. We hebben een hele mooie vloot hebben we hier staan en we willen jullie graag de kans bieden om in die Alpina's te gaan rijden. Nou, Andy, leuk dat je er bent ook vandaag. Dankjewel. Andy is daar een mooi voorbeeld van. De video's van Andy worden ontzettend goed bekeken online. Andy rijdt altijd in een auto van ons. We proberen daar die link te leggen. Nou, zo doen we dat ook bijvoorbeeld met een jacht te bouwen of met AZ of met andere partijen, goede doelen. We proberen onderscheidende campagnes neer te zetten. Ik heb natuurlijk een contract bij BMW. Daar rij ik bij Andy een auto mee. Dat is echt top. Dus gratis rijden. Eigenlijk moet ik ook nog een tankpas erbij krijgen, man. Dat is mijn volgende stap natuurlijk. We hebben prachtige auto's. En er zitten ook auto's tussen die voor het eerst op voet aan Nederlandse bodem zetten. Dus die maken die zijn wel een primeur mee. Leuk. Dus ik kan zeggen, loop achter me aan. Ja, mooi man. Gaan we samen rijden. Ja, is goed. Tuurlijk. Tuurlijk. Lekker man, met jou? Ja, goed man. Tof. Dat fit, hè? Ja, ik ben weer begonnen man. Je boxen zo. Ja, ja, moet wel. Ik was echt anderhalve maand niks gedaan, joh. Ik denk, jij moet nou maar een beetje gaan trainen, anders moet het echt zo. Ja, maar je laat van eten toch? Ja, daarom. En ik hou ook van drinken. Mandjaren. Ja, dan hadden we een dag met Alpina. BMW Düsseldorf is de enige in Nederland die Alpina krijgt. Dat is weer een speciaal soort, een tuningbedrijf van BMW. En mochten we al die nieuwe auto's gaan testen. En dat is best wel bijzonder, omdat het niet in Nederland is. En dit waren de eerste auto's dan in Nederland. De B8 en de B10. Dat zijn de volk ook niet normaal. Dit is een we'll be right back.
vanavond. Hou eens vast, hè. Jezus! Dit is niet normaal! Hey. Ik schrok me dood, gek! Ik denk, nou, dat zal wel meevallen, maar... We gaan hier... Hagelpoel weg. Ja, we moeten snel weg op en dan... A1, richting Arnhem, Zwolle. Ja, ja, we gaan hier rechtdoor. En dan pakken we aflid 25. Hé, hey, wat een kracht, hè? Lachen, man. Zag je me? Jij ging helemaal naar achter. Nee. Kijk dit dan nog een beetje. Dus, ja, die teken is zo. Erin geboord. Ja. Wauw. Ja, maar dit is wel echt dik. Ja, want je hebt gewoon comfortabel hoog. Ja, maar hij trekt hem ook gewoon door, ja, wat hij zei, weet je wel. Ja, ze gaan wel hard in met Düsseldorp. Ja, man. Zag je dat? Beste dealer van 2016. Ja, komt door mij, hè. Doe dat maar even. Direct spin-off. Zelf auto's gaan bouwen, Andy. Wat zo. Hoe ga jij met je... Hoe gaan jullie live even voetbal? Gaat het goed? Jawel, jawel. We doen ons ding, man. We blijven produceren, man. Ja, wij zijn een commercieel bedrijf, man. Weet je, wij zijn gewoon heel goed in brands aan boord halen. Weet je. Ja. Dat is waar we goed in zijn. Maar als je kijkt naar deze maand, we hebben net een editie gelanceerd, deze, weet je, met Donnie Almada. Oh, ja. Ook een hele, weet het, een hele... Top gozer. Ja, online, ja, mooie man is dat. Ja, joh, echt. Echt een hele online campagne ook, maar dan zie je ook gewoon samenwerkingen met Zalando. Het is helemaal door Zalando gekocht. Ja, ja, ja. Gravenberg. Mooi verhaal ook met Jack. Jack van Gelder. Ja. Mooi toch? Dat is hier... Ja, dus weet je, we blijven doorgaan, man. Ja, lekker blazen met die auto's. Uittesten natuurlijk. En wel uitkijken voor flitspalen. Ik had Flitmeister ook aangezet, geloof ik. Dus... Ja, maar dat zijn mooie dingen, weet je wel, in het leven. En ja, dat je dat gewoon mee mag maken en uitgenodigd wordt, is echt, ja, daar ben ik alleen maar dankbaar voor. En ik heb Bats, gesloten naast. Kom maar, mevrouw, kom maar, riem maar door. Met die kut auto. Ja, dit is wel vet ook, hè? Die, zie je dat? Die... Ja, hij is hoog nu ook, hè? Batman. Kijk, er zit ook een soort airco in de stoel, hè? Kijk maar, joh. Ja, klopt. Oh, dan moeten we hier zijn. Ja, hier moeten we zijn. Hij raast er wel overheen met die auto, hè? Ze hebben een mooie tijd, hoor, jongen. Ja. Oh, hier. Oh, het winkeltje. Is het... Het winkeltje. Oh, dat is er geen ander plekje. Bij een cafeetje of zo. Of een bistrootje. Ik heb een 8-serie gereden, ik heb een X7 gereden. Alpina, dat is mijn volgende auto, denk ik. Wat hier dan? Wat gewoon het handje. Oh! Dat is agressief, hoor, maar dit is echt, zeg maar, de prestige auto, weet je? Zal ik het dak opgooien of niet? Oh, ook een geweld, hoor, dit. Maar wat een comfort. En hij is volgens mij, hij blaast die M3 eruit, toch? Oh ja? Ja, toch? Ik weet het niet, man. Ja, dit is wel ook comfortabel, ja, man. Dit is echt lekker ook gewoon. Lekker. Dat doe ik altijd bij mijn vrouw in de zomer. Doe ik stoelverwarming aan. Ze zegt, waarom of niet? God, wat doe ik kleren leiden? Stoelverwarming aangedaan. Zo mooi, jongen. Melissa. Oh. Grap, hoor. Zie je die fokken? Ja. Ik vind het nog wel pittig, gewoon die tank. Ja. Ik denk die M8 tank je een volle tank, 120 euro, 110, 120 klopt, euro. Klopt. Als je gek gaat doen, is je binnen 2 dagen helemaal leeg. Ja. Dan heb je 500 kilometer weg. Maar hoe zit je op de weg? Ja, steady voelt niks. Geen trilletje, niks, man. Oh, super, super kar.
ja, het was echt een superleuke dag. En ik ben echt blij met BMW, met het mooie contract dat ik heb. En ja, samenwerking is echt top. Maar die dag was, dat zijn dus leuke dagen dat je gewoon uitgenodigd wordt om dingen te gaan testen. En met leuke mensen meegaan en genieten, man. Echt super. Ik maak even...